We gaan vandaag beginnen met het dichtmaken van die carport, de wanden. Niet de carport dichtmaken natuurlijk, want daar kan er niet meer in. Maar de zijwanden en de achterwanden, ja, eigenlijk alles, behalve de achterkant, wordt dicht. En dat gaan we doen met rabatdelen. Maar daarvoor moeten we eerst een frame maken waar die rabatdelen opkomen. Ik heb net even opgemeten. Ik doe het aan deze kant tot hier. En niet helemaal tot onder, want dat heeft geen nut, omdat daar een schut in staat natuurlijk. En dat is 1,8 meter bij 3,60 meter. Moeten we er nog een hebben? Het opbouwen van die panelen doen we op een eenvoudige manier. Dat is gewoon kopsenhout tegen kopsenhout, zeg maar. Het komt toch ergens tussen te hangen, dus het hoeft verder niet zo heel stevig gemaakt te worden. Het is alleen maar om die panelen tegenaan te zetten. Om het toch een klein beetje steviger te maken, doe ik er wat houtlijm tussen. Kan geen kwaad. Niet leeg. Ja, mooi man. Kijk, weet je wat we doen? We zetten hem eventjes overeind zo. Hier daarin. Wat staat hier nou voor een meter? Dat zag ik allemaal met Timmermans oog. Onder de ladder door. Duw maar omhoog. Ja. We hebben hem even hier aan. Zo. Oké. Dat is mooi. Ja, keurig. Hij moet 2,18 meter worden. En dan moeten we het even goed doen. Want dit is de onderkant. Die dikke kant is de onderkant. Want het water loopt natuurlijk zo eraf. En dan loopt het over de andere. Als je hem andersom doet, dan loopt het water hierin. En dat is niet de bedoeling. Dat willen we niet. Dus dit is de bovenkant. Dat betekent dat die hier zo schuin afgezaagd moet worden. Onder een hoek van 45 graden. Bij 2,18 meter, hè? 2,18 meter. Ja, en met zo'n gele stift is dat natuurlijk heel goed te zien. Heel goed. Hey, klopt lekker, denk ik. Klopt het wel. Hij is goed, hè? Zit hij ook al helemaal in de hoek? Hij zit helemaal tegen het plafond ook. Moet alleen. Heb jij hem even. Nee, je hebt hem niet vast. Ik ga hem even vast, maar jij van een paar van die klemmen pakken.
Ah, roep maar rustig aan hoor. God. Ja. Heb je er nog maar één? Nee. Oh. Nee, ik heb er niet één. Gaat hij de andere kant? Gebeurt er? Lekker ding. Jammer. Zeg geen maar. Zo. Als het goed is, zit hij goed, maar dat wil ik wel even zeker weten. En? Ga je het zien? Ja, wat is redelijk? Er zit wel een klein kiertje tussen, maar ik weet niet of je hem echt verder... Ik weet niet hoe die daar zit. Ja, er zit hier ook een kiertje tussen. Zie ik. Maar, oh ja, dat moeten ze natuurlijk nog aantrekken. Ja, nou zou het toch wel handig zijn als we daar even bij konden, maar dat gaat natuurlijk niet. Ik ga het eens doen zoals hij zei. En dan heb je die overgang niet meer. Ja, dat zat er natuurlijk wel in. Dat is ook waardeloos werken zo, hè? Dat had er in ieder geval in. Even kijken wat de beste plek is om overheen te klimmen. Zodat ik niks beschadig. Dat is helemaal geen beste plek. Weet je, we gaan eerst de volgende meten. Lijkt me verstandig. Dan kan ik er gelijk twee vastzetten. Anders blijf je hier heen en weer lopen natuurlijk. Nou, deze zit er zo goed als in. Dat was een pokkenklus, want we moeten steeds over de schutting klimmen om een deeltje te monteren. Dus dat schiet niet op. Dus die andere, die gaan we anders doen. We hebben nu een tweede geraamte gemaakt. Die hebben we er even met klemmen ingezet. Die ga ik nu aftekenen. Dan zetten we die panelen erop. En dan schuiven we dadelijk in één keer dat hele geval erin. Dus het denk ik veel makkelijker. En dat doen we hier ook. Zo dan. Oké. Laat gewoon even een klein spelinkje hier tussen van een halve centimeter. Kijk, nu gaan we gewoon de boel hier al in elkaar zetten. En dan zetten we daar in één keer het hele paneel op zijn plek. We hebben hem helemaal klaargemaakt en nu kunnen we hem op zijn plaats hangen. En dat zal best wel tegenvallen. Ik zet hem even op de rand van de stijger. Ja. Je moet hem ook even hier op die rand goed zetten. Oké, dan klim ik even omhoog. Stabiel zo. Dat is beter, geloof ik. Ja. Nou, nu moet hij van onderaf gelijk. Dat gaat. Was hij erin, hè? Moet iets omhoog. Wacht even. Wacht even, Nick. Hou vast ook. Nee, maar het past wel. Hé? Het valt me 100% mee. Nou, ga maar zetten. Ik wist dat hij paste. Ik ga even een bakje doen, ja? Maar het is wel de methode zo, hè?
Dat is beter. Magnifico. We hebben dat volgende scherm in elkaar gezet. Het geraamte. Dat is een grote jongen. Nou moet hij er even in om hem af te tekenen. Oh. Hij zit niet goed. Oké. Zit je helemaal goed? Is het bij jou ook? Oh, je zit nog niet. Zo dan. Nou, dan zakt hij naar beneden. Die andere klem zakt. Lekker stevig staat hij. Hij moet iets omhoog. Ja. Zo dan. Potlood. Hij is nog niet helemaal echt. Want er zit daar aan de bovenkant en niet tegen die schoor. En heeft het heel veel uitmaakt. Waar? Hier die... Oh, nee, dat maakt niet zoveel uit. Dat maakt niet zoveel uit, joh. Ja. Zo. Dat is mooi. Oké. Okay. Ja. We zijn de boel weer aan het bekleden. We zitten alleen met een probleem, want we hebben niet genoeg schroeven. Ik heb wel schroeven, maar zwarte. Dat is het probleem, we moeten zwarte schroeven hebben. Maar we hebben alleen maar een kleine maat schroef. Ik heb schroeven besteld, die moeten zo binnenkomen, maar ja. Hoe laat? Dat weet je dus nooit. Schroeven zijn binnen, dat is heel mooi. We gaan hem nu niet tot onderaan toe bekleden. Dat doen we pas als hij erop hangt. Want anders wordt hij veel te zwaar. Hier komt best wel een gewicht op te zitten. Dus dit gedeelte is het lastigste. Daar komen we moeilijk bij. Nu kunnen we hem er zo in hangen. Mee zit. En dan kunnen we de rest doen. Ja. Dat is een beetje onhandig. Verder, 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 verder. Ja. Nou joh. Daar gaat hij dan. Even je voet eronder. Denk jij iets hoger moet? Ja. Zit hij bij jou ook? Ik zet daar even klem op. Zo. Hij moet wat hoger, hè? Dat wel. Even de trappen nodig. Kijk, dat is beter. Hij zit een beetje op het randje, die ding. Heeft hij niet zoveel grip? Nee, maar dat is goed. Het is maar voor even, want we zijn hem toch gelijk vast hier. We zijn nu vanaf deze kant bezig om panelen te monteren. Dat is een stuk makkelijker aan deze kant natuurlijk. En het is wat makkelijker werken op de grond nu. We hebben een aantal planken tegelijk gezaagd. Dat is wel zo handig, idee van ik. Even kijken of het goed zit. Ja. Ja.
Hij ging nu wel in één keer. Omdat ze om en om liggen. Om de boel wat meer stevigheid te geven, hebben we daar zo'n paalhouder onder gezet. Gewoon vastgeboord. Nick is hem nu aan het vastzetten. En dan zit de boel gewoon veel steviger. Kijk eens. Hij zit dicht. Is dat mooi of niet? Het staat echt wel gaaf. Nou, volgende. We gaan nou aan dit deel beginnen. Dat wordt iets anders omdat er een deur in komt. Ik moet natuurlijk die camper in en uit kunnen gaan. Anders moet ik er helemaal omheen lopen en daartussendoor. Dat is niet handig als je met spullen loopt. Daarvoor heb ik een paalhouder neergezet. Dat is zo'n paalhouder met zo'n pen eraan. Die heb ik in de grond geslagen. 90 centimeter vanaf deze balk. En dat moet voldoende zijn om in en uit te kunnen stappen. Er moeten nog een aantal balkjes zagen. Ik heb deze als mal. Zet ik even een M op. Als ik hem nou af wil tekenen, dan wordt de volgende iets groter. Dus ik doe hem er een millimetertje overheen. En dan teken ik hem af. En dan zit ik goed. Malletje erop. Millimetertje eroverheen. Aftekenen. Die balkjes moeten hier tussen komen. En dan komen we hier precies op een maat van 46. Maar voordat ik deze vast ga zetten, ga ik eerst de balk die hier komt vastzetten. Want anders kom ik er niet meer bij. Niet zo makkelijk in ieder geval. Die komt hierin. Nou, die moet 2,82 meet ik hier vanaf de grond. Ja, dat is wel goed. En waar die moet komen, moeten we wel even secuur opmeten. Want ik zit hier aan 89,5. Dus daar moet die op komen. Dus even een lijntje voor de zekerheid. Die balkjes hebben we eventjes neergelegd waar we ze gaan boren dadelijk. We hoeven het niet om te meten. Het hoeft niet precies een maat te hebben. Als het maar een beetje verdeeld is en het ziet er goed uit zo. Met ons timmermans oog komt het helemaal goed. Ik teken het hier even af. En dan kunnen we de gaten boren. Zo. Dat zit. Nou, gaan we hem eerst passen. Op de echte manier. Dus echt dat ding erin. Kunnen we zien of hij goed zit. Maar ik haal even de camper weg voordat er wat beschadigt. Lijkt me verstandig. Hé? Nou, moet er iets. Een tikje terug. Ja, en dan moet jij eerst omhoog, want anders gaat hij er niet in. Kijk, nu zit hij erin. Nou zou hij hier moeten passen, maar dat doet hij niet. Nee. Pas voor geen enkele meter. Dit is raar, want nou zit ik... Toch deze boot dan? Ja, inderdaad. Als jij hem daar helemaal tegenaan zet, hoe zit hij dan hier? Ja, inderdaad. Nou, oké. Goed dat we hem even passen. Ja, dat moet toch. Hij is dus te lang. We hebben geen rekening gehouden met de onderbalk. Die heb ik niet meegerekend met het zaaggebeuren. Dus er moet nog een stukje af. Zo.
Als je omhoog moet jij. Ja, als je hem nou wat lager bij pakt, dan kan je wat makkelijker omhoog. Ja. Ja. Ja, hij moet er eerst natuurlijk een beetje in. Ja, precies. Ik wil zeggen, past hij nou nog niet? Maar hoe gaat hij er hier niet in? Ja, hij kan nog een stukje hierin. Trap u. Hij past ook net aan. Ja, hij moet daar nog omhoog, hè? Zie ik. Ja, ja. Dan moet hij even een schaafje langs, denk ik. Moet je even kijken of je hem daar, kan je hem daar in krijgen aan de onderkant? Hij moet er een heel stuk omhoog. Nu zit hij goed. Hoe zit hij daar? Nou, voor de rest zit hij goed nu, volgens mij. Ik ben benieuwd. Of dit een beetje waterpas is. Nou, een heel klein stukje. Oh, nee, hij is niet waterpas, dat klopt natuurlijk. Want hij loopt af. Maar dit is goed. Dat is mooi.